Een enorme vlammenzee op recreatiepark Wiegenerhorst. Meerdere chalets werden in de as gelegd in de nacht van zondag op maandag. De melding van de brand kwam rond 4:10. De brandweer rukte met groot materieel uit en kreeg de situatie uiteindelijk onder controle. Daar was meer water bij nodig dan de wagens bij zich hadden en in het donker was het lastig een brandkraan te vinden. Het is niet de eerste brand op de Wiegenerhorst. Eerder dit jaar brandden ook al 2 chalets uit. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.